Wat hebben we geleerd vandaag? Dus zoals ik in het vorige filmpje al aangaf, heb ik verschillende NLP, heb ik een NLP-opleiding gevolgd en gaan we hier dus verschillende tools toelichten. De eerste is eigenlijk een heel super belangrijke, is de doelen. Daar zijn we heel actief mee bezig en het is eigenlijk heel belangrijk dat je een doel op de juiste manier formuleert. Nu, in NLP is dat heel eenvoudig om dat in jouw hoofd door te fietsen. Je pakt gewoon je hand en vinger per vinger is één van de elementen van de tool. Dus als we starten met de duim. Als je een doel stelt, en je kan dat dus eigenlijk vanaf nu doen, net nadat je dit filmpje gezien hebt, het eerstvolgende dat je gaat doen, denk een keer na of het doel dat je jouzelf stelt, of dat dat positief geformuleerd is. Dus zeg niet van, ja, ik wil geen conflict meer met mijn baas, want ik ben het allemaal zo beu als koude pap. Er zijn verschillende elementen van het doel die niet scherp, niet correct zijn. Correct, zijn geen fouten. Maar die niet juist geformuleerd zijn om de kans op slagen te verhogen. Maar een van de belangrijkste hier is, het is negatief geformuleerd. Je moet een positief doel stellen. Dus ik wil een betere communicatie opbouwen met mijn baas. Of nog beter, ik wil mijn communicatieskills versterken. En dan in de volgende stap gaan we dat richten naar bijvoorbeeld de baas. Maar de positieve doelstelling is een stap vooruit zetten. Ik wil gezonder leven. Niet ik wil minder drinken. Minder drinken is negatief. Ik wil stoppen met roken. Nee, ik wil gezonder leven. Ik wil sportiever zijn. Dus hoe positiever dat je het kan formuleren, hoe beter jouw brein daarop mee aan de slag kan. Where focus goes, energy flows. Dus waar dat je op focust, is waar dat je ook jouw energie naartoe gaat gaan. Als je focust op iets positief, ga je daar een veel groter effect van hebben. De wijsvinger, dat is echt voor te wijzen in een bepaalde context. Dus ik wil niet gewoon beter communiceren in het algemeen. Is trouwens een uitdaging waar veel hoogbegaafden tegen botsen. In communicatie met andere mensen, gaan ze te snel, zijn ze te direct, hebben ze te weinig koetjes en kalfjes elementen ingebouwd. Dus er zijn een handsnoep hindernissen waar je tegen kan botsen door de manier dat je naar dingen kijkt, de manier dat je denkt. En je zou natuurlijk overal beter willen kunnen communiceren, maar het is heel belangrijk om een doel scherp te stellen, is dat je één concrete case pakt. Dus dat je focust op één situatie. Het neveneffect gaat zijn, als je in die context je communicatie verbetert, ga je automatisch ook technieken aanleren, waardoor je dat ook in andere contexten gaat kunnen toepassen. Plus, naar gelang de context, kan het type communicatie anders zijn. De communicatie naar jouw baas gaat niet helemaal hetzelfde zijn als de communicatie met jouw partner of met jouw kinderen. Dus, in een bepaalde context, ik wil mijn communicatie verbeteren in relatie tot mijn baas, zodanig dat. Dus, één context waar je op focust, of in combinatie met die collega, als je een bepaalde collega voor ogen hebt. Dus, of in relatie tot jouw kind of jouw partner, dat kan ook. Hè. Dus in een bepaalde context, maak het zo specifiek mogelijk, zodanig dat jouw brein heel precies weet van, ah ja, oké, die context, hoe zou ik dat dan kunnen aanpakken, wat zou ik kunnen doen, dat is de afgeleide. Dus hè, door een specifieke context te pakken, kan je ook veel beter visualiseren de situatie, kan je ook veel beter alternatieven gaan uitdenken en kan je ook oefenen, omdat je beslist hebt waar je die gaat toepassen. Binnen de eigen controle is ook superbelangrijk. Ik wil beter communiceren met mijn baas. Als je dat bekijkt vanuit de context van wat kan ik doen om mijn communicatie te verbeteren, is dat oké. Als je zegt van ja, mijn baas moet vriendelijker zijn tegen mij en moet alerter zijn voor mijn noden. Goed, dat is dan volledig niet in je eigen controle, want dan is het eigenlijk wachten op de baas in de hoop dat hij zou veranderen. Ervaring leert, je zal dat ook wel weten, dat er dan meestal heel weinig gebeurt en dat jij vooral heel gefrustreerd gaat geraken. Dus denk heel goed na dat het in de eigen context is, dat jij het in de handen hebt om dat doel te bereiken. Niet 100%, maar alles wat jij kan vooral beslissen welke stappen dat je kan zetten. En het gevolg kan zijn dat die communicatie verbetert, het gevolg kan zijn dat die ook niet verbetert, maar uw capaciteiten om beter te communiceren gaan sowieso vergroten. Dus binnen de eigen controle. Ecologisch is ook een heel belangrijke, dat is de ringvinger. Is de doel die je stelt, heeft dat impact op de mensen rondom jou, in positieve of negatieve zin, en impact op jezelf? Het voorbeeld die gegeven was in de cursus, ik vind dat eigenlijk wel heel goed. Ik wil in het buitenland gaan werken, want ik wil internationaal actief zijn.
Goed, dan is het heel belangrijk te kijken, oké, wat met het gezin, wat met de familie, wat doet het met mijzelf? En heel goed afchecken van, is dit ecologisch goed? Is dit voor iedereen een stap vooruit? En als er bepaalde ecologische gevolgen zijn in de zin, ik ga mijn kinderen minder zien, ben je daar klaar van? Is dat oké voor u? Of vind je de relatie met jouw kinderen ook heel belangrijk en moet je eigenlijk een andere strategie gaan zoeken? Dus is het ecologisch voor jezelf en voor de anderen? Is een superbelangrijke en een doel. Zodanig dat de winst die je hebt op jouw doel niet wegdeemstert door het verlies die je ecologisch daarin hebt. En dan 4, pink, is zintuigelijk waarneembaar. Ik heb er al een beetje naar gerefereerd, naar het positief geformuleerd in een bepaalde context. Door het heel concreet doel voor ogen te halen, ik zeg het eigenlijk weer, voor ogen halen. Hoe meer zintuigelijke elementen dat je aan dat doel kan koppelen, dus dat je jezelf dat ziet doet, dat je voelt wat je voelt op het moment dat je dat succes gaat bereiken, dus dat die communicatie verbetert met jouw baas, wat voel je dan eigenlijk? Zijn er dingen die je smaakt, die je hoort, wat zeg je tegen jezelf? Dus door je doel met zoveel mogelijk zintuigen zichtbaar te krijgen, ga je dus jouw brein er echt naartoe trekken. Dus eigenlijk worden gestuurd om jouw doel te bereiken door al die zintuigelijke elementen toe te voegen. Dus de honger om daar te komen wordt altijd maar groter. Dus als je jouw doel aan die 5 zaken laat voldoen, dan is de kans heel veel groter dat je jouw doel kan bereiken. Waar mapt het? Dus wat, dat is altijd het leuke. Waar mapt het eigenlijk op het COVID-traject en op de eigenschap van COVID? Is eigenlijk de eerste 3 eigenschappen spelen daarin om. Dus wees proactief. Hè? Door dat in eigen bepaalde context en onder eigen controle te zetten, neem jij het stuur in handen. Jij beslist wat je gaat doen. Ecologisch rekening houden, ook in relatie tot anderen ga je daar rekening mee houden. Vooral ook de 2e, begin met het einde voor ogen. Ja, door een doel scherp te krijgen op lange termijn, 3e eigenschap ook een stuk, en dat heel concreet te maken, gaat die focus daar enorm naartoe gaan. En ga je jou concentreren op wat echt belangrijk is. En door die zintuigelijke waarneming eraan toe te voegen, ga je ook echt voelen dat het belangrijk is voor jou. Dus vandaar, een doel juist formuleren is eigenlijk enorm belangrijk om het doel te kunnen bereiken. Dus ik zou zeggen, kijk eens wat je vandaag ging doen, of in de nabije toekomst deze week ging doen. En kijk een keer om dat in je hoofd een keer zo goed mogelijk te formuleren volgens het principe van het hand. En evalueer dan op het einde van de week of dat je dat doel dan beter hebt kunnen bereiken. helpt dit voor hoogbehaafden? Ja, tuurlijk, dit helpt eigenlijk voor iedereen. Maar dit verklaart waarom dat als je met de methode van COVID aan de slag gaat en we beginnen die doelen aan te scherpen, dat mensen ook enorm grote stappen gaan zetten. Omdat je echt focust op het positieve, focust op iets dat je echt energie kan geven, en dat is eigenlijk waar dat we naar streven. Voilà, daarmee hebben we onze NLP-doelen scherp gesteld. Als je jouw doel zelf wilt scherpstellen, ja, dan is er ook een optie, en je wilt dat in groep doen, van het keer te piepen naar het COVID-traject, want daar gaan we heel fel ook die doelen scherpstellen. Want ja, de volgende vraag die je jezelf gaat stellen, maar ja, wat zijn dan de belangrijke doelen die ik wil bereiken? Komen nog heel veel andere elementen kijken, wat zijn uw relaties, wat zijn uw waarden? Dus al die dingen gaan ook wel spelen, maar de manier dat je het formuleert heeft een enorm groot impact op het bereiken. Zo, hopelijk ben je hier iets mee. Moest je deze week een doel hebben en het willen scherpstellen en het delen, mag je het zeker in de commentaar toevoegen. Dan gaan we zeker aan de slag om dat doel zo scherp mogelijk, zo positief mogelijk, zo goed mogelijk, ecologisch en zo goed mogelijk onder uw eigen controle te brengen. Veel succes!